Ik ben Mo, ben 12 jaar. Begrijp lezen vond ik heel eerst moeilijk, maar door SCGO heb ik veel geleerd. Mijn naam is Aristeli en ik ben 12 jaar oud. We leren begrijpend lezen, rekenen en we doen verschillende sporten. Mijn naam is Alejandro, ik ben 12 jaar. Ik ben bij het stadion bij SVGO. Ik ben Karin Laagdijk, projectcoördinator onderwijs bij Feyenoord Rotterdam. En in die hoedanigheid ook verantwoordelijk voor het project SVGO. Mijn belangrijkste functie vind ik eigenlijk dat ik onderwijsprojecten doe waar kinderen vertrouwen krijgen, waarin kinderen geloof in zichzelf krijgen en waarin ze op zoek gaan naar de talenten die ze hebben. Op school ben ik beter geworden door SCGO. Ja, die hebben me veel geholpen. Ze geven veel aandacht aan mij en ook aan andere kinderen. Bij SCGO leren we heel veel, zoals geschiedenis en rekenen. Wat ik het allerleukste vind van SVGO, dat ik er heel veel van leer en dat we heel veel sporten doen. Nou, rekenen bijvoorbeeld is gewoon echt rekenen. Maar bij SVGO zetten ze dan oude spelers erin bijvoorbeeld. SVGO is begonnen in eerste instantie door Giovanni van Bronckhorst. Die wilde heel erg graag het verschil maken samen met zijn vrouw Marieke. Die hebben zelf geleerd dat talent niet alles is, dat je heel hard moet werken voor talent. De kinderen in de wijken om ons heen zien heel de tijd het stadion, komen er weinig binnen. Dus juist wij kunnen kinderen over een drempel helpen die scholen niet kunnen. Daarbij hebben we ook nog eens heel veel begeleiding. Een groep van 15 kinderen met 6 begeleiding, dat is iets wat scholen over het algemeen niet kunnen bieden. Het leukste bij SVGO vind ik dat ze de lessen leuk maken. Want je hersenen worden ook veel slimmer van. En voor sport is goed voor je lijf. SVGO betekent voor die kinderen dat ze een periode van 18 weken aan de gang gaan met het behalen van doelen. Geloof in zichzelf krijgen, ervaren dat sporten leuk is. En vooral ervaren dat leren ook leuk kan zijn.